Ik ga nog chillen vandaag met hem. Het wordt wel laat, man. Ik denk laat in de midden, tot middernacht. Serieuze houten aanname van die. Ja, ja. Hij maakt die bal stuk, man. Dit is niet waar, dit is niet waar. Dit is niet waar. Hij heeft gezegd... Hij heeft niet alleen harde voeten, hij heeft ook harde handen. Harde handen ook. Mannen zijn geel. Het is tijd voor FC Gun Iets. Je kan iets heel bijzonders winnen. Verse patas. Kijk hoe ze eruit zien. Wajo. Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel. Like deze video. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. En laat in de comments weten waarom jij deze patas verdient. Kijk eens. Niet normaal, man. Nog meer sterren. Nee, ik niet. Zo. Zo heb ik nog niet eerder gereden, man. Heb je doeken bij jullie? Ik heb doeken bij jullie. Appreciate it. I have the people in this room who will fucking money when you die. Van Denzel Washington naar de enige echte andere Denzel die ik ken. Oh. Rechtsback, ja. International, olifantenlongen, die hele rechte flank is van jou, Mr. Denzel. Ik vraag me eigenlijk af, weet je wel hoeveel mensen in Nederland Denzel heten? Gewoon een gok? Ja? 15.000? 15.000? Ja. Je bent unieker dan dat. Ja? Ja. Tussen de 800 en 900 mensen heten. 800 en 900 mensen? Weet je trouwens wat Denzel betekent? Waar komt het vandaan? Ik weet niet wat het betekent, man, maar ik weet alleen dat ik naar Denzel Washington vernoemd ben, maar ik weet niet wat het betekent, man. Oh, je bent ook echt vernoemd naar Denzel Washington? Ja, ik ben wel vernoemd naar hem, ja, man. Is dat ook je favoriete acteur? Je moet wel. Ja, natuurlijk. Ja. Denzel betekent fort. Fort? Ja, fort is dus een stevige vesting. Jij bent wel stevig, dus het klopt wel. Oh, dat vind ik wel mooi, ja. Zit je lekker? Broer, ik zeg eerlijk, je zit echt goed, man. Dit is quality, hoor. We gaan dus de koning naar de training, man. Ja, trouwens, we gaan nu naar de PSV-training. Het is een open training, dus dat is super vet. Gaan jullie straks allemaal zien. Achternaam is Dumfries. Wist je dat er in Schotland een plaatsje is dat heet Dumfries? Daar wonen 33.000 mensen. Dat weet jij? Ja, dat wist ik wel. Dat wist ik wel. Heb je aardrijkskunde geleerd, hoor? Ja, ik heb aardrijkskunde wel even doorgeleerd. Nee, maar ik zag het op internet, man. Dat in Schotland een plekje is wat Dumfries heet. En de BBC in Schotland die wil een item maken met mij, omdat het dezelfde achternaam heb was. Hallo, je bent op Touzani TV. Hallo. Hallo. I told Mr. Washington I wanted to become a disc jockey. Someone asked me to tell this story. And he said, Les Brown, he said, if you want to do anything worthwhile in life, you got to be a Ja, ik ben met Denzel aangekomen op de hertgang. Hier wordt hij dus altijd getraind door PSV. Ja, man. Even een inkijker voor jullie. Hier hebben we onze oude teller. Gruwelijk dat ik jou een keer zie, bro. Ja, man. Eerlijk zeggen. Ja, Taren heeft jou al een panna gegeven. Gek. Je bent wel vertellend. Ben je gek, broer? Nee, ik zeg eerlijk, hij is gruwelijk. Hij is echt gruwelijk. Dat doe je zo. Maar de mannen moeten nog komen. Ik moet wel zeggen, er is wel een verschil, hoor. Mannen moeten komen. Sommige mensen moeten de koffer zelf meenemen, maar. Terugbrengen. Denzel is als het goed is omgekleed en ze gaan nu trainen. De training gaat zo beginnen. Ja, ik sta naast de oom op. De oom van Denzel. Wat wilt u tegen hem zeggen? Ik wil maandag training, of niet? Wat ik hem wil zeggen, nou, Denzel blijft goed je best doen. En als je er in de wedstrijd een beetje tegen, blijf gewoon je best doen. Wijze woorden van de oom. De oom heeft ook een naam. Wat is uw naam? Jean Dumfries. Goed touch. We'll be right back.
Staat erop voor crossbar challenge. Lozano, Lozano. Mr. Chucky, how are you? You good? Yeah, very good, man. What do you want to say to Denzel? I'm with Denzel today. Yeah. Wait. No English. No English. Come on. Lekker. Welkom, bro. Was goed? Ja, man. Hey, ze wilde je net maken bij Two-Touch, hè? Ja, je zag het, hè? Je was een baas. Maar je zag het. Gewoon Steve, Denzel, Chris, drie keer, Chris, maar één keer met vals spel, snap je? Sowieso. Ik ben niet te zien, man. Nee, wat wil je zeggen tegen Denzel? Hij gaat hier naar kijken. Denzel, verbeter je Two-Touch, ga vaker in de gym. Je toch tripling oefeningen doen, man. Je bent echt dramatisch, man. Rustig, hè? Ik zie je straks. Heb je al kramp in je arm, of niet? Heb je kramp? Ik ga van Steven vragen waarom die zo slecht is in Two-Touch. Dat is goed. Maar man. Long time. Ik moet kritisch zijn, man. Nee. Speel aan mijn vieze ballen, man. Hij is slecht met Two-Touch. Dit is niet waar. Dit is niet waar. Heb je die ballen gezien wat ze aan lopen te spelen? Oké. Weet je wat? Ondanks dat je hem nu... sorry. Wil je wat tegen Denzel zeggen? Denzel, werk aan je techniek. Het ziet er niet uit, die Two-Touch. Kom bij mij trainen. Voor de man die even vaak in het midden stond als Denzel. Ga je ding doen. Love, man, bro. Ondanks dat je mijn penalty hebt gestopt, gaat het alsnog goed. Het gaat beter nou. Het gaat beter. Jeroen. Ja. Het is niet vaak voorgekomen, maar jouw handschoenen had je als prijs weggegeven. Die is inmiddels ook weggegeven, trouwens. Okay. 5000 mensen hebben gevraagd om jouw handschoenen. Serieus? Wat wil je tegen die mensen zeggen? Geweldig dat jullie allemaal handschoenen zouden willen winnen. Alleen. Nee, je moet zeggen, ik heb er nog 5000 liggen voor. Oh nee, dat niet. Er staan hier al een paar dozen, maar er zitten niet mijn handschoenen in. Dus wie weet de volgende keer weer. Denzel, net als met het afwerken. Penalties blijven oefenen, jongen. Kom op, hè. Oh, Denzel is wel hard van jou, hoor. Nee, Denzel is een goede gast. Toppen. Heb je nog een nieuwe Akadridouzo? Ondanks dat ik geen... Nee, eigenlijk niet, man. Die gaan we, even, we gaan hem even erin gooien. Check. Oei. Inspiratie. Thanks, man. Bro. Rustig aan, man. Spreken. Ja, man. Love. El Trenador. Heb je nog een plekje voor mij, linksbuiten? Ik ben transfervrij. Ja, misschien een bankje. Geen probleem. Jullie hebben verwarming toch gewoon? Ja, tuurlijk. Ja, dan... Alleen thuiswedstrijden. Ja, man. The one and only, Mark van Bommel. Denzel Dumfries. Wat vindt u van hem? Eerlijk, hè? Eerlijk. Locomotief. Trein langs de lijn. Top. Oh, ik dacht, je bedoelde transfer naar locomotief. Dan moet hij ver reizen. Nee, maar waar kan hij nog in verbeteren? Hij kan overal in verbeteren. Alleen op dit moment hoe hij speelt, hoe hij van Heerenveen niet binnengekomen is. Nel zelf al speler geworden. Doet gewoon goed. Hij zegt wel zelf dat hij harde voeten heeft. Wat vindt u daarvan? Af en toe heeft hij harde voeten, ja. Oké, man. Ik ga nog chillen vandaag met hem. Het wordt wel laat, man. Ik denk laat in de midden, tot middernacht. Nee, zolang niet trainen mogelijk. Sorry. Serieuze houten aanname van die man. Hij maakt die bal stuk, man. Serieus. Houten aanname, bro. Zo ver. Aanname. Zeg je die gras niet? Versleten. Je moest de ijzeren op. Hé, maar eerlijk, hij had wel een gekke crossbar. Ik weet niet of je die gezien hebt, van bijna de middenlijn. Ja, heeft hij? Ja. Hij. Het staat erop, is het bewijs. Hoe bedoel jij? Denzel. Nee, Denzel. Ik wil het eerst zien, dan geloven, man. Dit geloof ik echt niet. Hé, maar wel gek, man. We hebben gewoon Mo. Del, we hebben Pablo Escobar en we hebben Denzel Washington. De gekke dingen. Ja, man. Jongen, Netflix is hier. Hij lekker getraind? Ja, man, goed getraind. Wat is een goede training voor jou? Ja, normaal eigenlijk wel met korte partijen, duels pakken, agressief. Hey, dit is een lach, ze hij wil agressief overkomen. Nee, gewoon hard werken. Maar vandaag was goed, pas een trap en zo. Ja. Dat was wel prima. Lekker, man. Je komt uit Rotterdam. Mm-hmm. We zijn in Eindhoven. Je hebt voor een aantal Rotterdamse clubs gespeeld. Sparta 20, Barendrecht, Smitshoek, Sparta. Ja. Waarom heb jij nooit bij Feyenoord gespeeld? Nee, ik wil altijd bij PSV spelen. Dus. Ja, dat zeg je nu. Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel eigenlijk, van lagen zij in een winterslaap? Nee, ze vonden mij op dat moment niet goed genoeg om voor Feyenoord te spelen. Ze hebben me volgens mij, wat ze zeiden, wel een paar genoeg keren bekeken, zeiden ze. En ze vonden mij gewoon niet goed genoeg. En ze zagen in mij niet de potentie die...
Sparta wel in mij zag. Alleen ja, voor mij is het misschien wel beter geweest dat ik deze weg heb gevolgd, zeg maar. Nee, ja, wat ik net zei, ik vind jou echt geweldig. Ik vind je echt bijzonder. Mm-hmm. Maar dat jij je voetballen zo hebt ontwikkeld, die zag ik met deze lange nosso niet aankomen, man. Wie is de beste rechtsback van Nederland alle tijden? Van Nederland alle tijden? Ja. Voor mij Michael Reiziger. Waarom? Ja, ik was vroeger wel, keek ik ook wel naar hem op en hij is mijn trainer geweest, veel van hem geleerd. En ja, vroeger was hij gewoon echt een monster. Even voor degenen die onder de grond leven, Michael Reiziger was rechtsback van Ajax en later Barcelona, ook international. Wie vind jij de beste voetballer aller tijden? Beste voetballer aller tijden? Ja, kijk, ik kan wel zeggen van Cruyff, Maradona en zo, maar Messi heb ik dan, zeg maar, daar ben ik dan mee opgegroeid. Dus dan is het voor mij wel Messi, ja. Opgegroeid? Je hebt tegen hem gespeeld? Ah, tegen hem gespeeld ook, ja. Oh ja. Wie vind jij de meest onderschatte speler? Ja, dan denk ik aan Busquets. Veel mensen zien niet echt zijn kwaliteiten. Ik denk, als je echt goed kijkt wat hij doet en hoe hij de druk van de ploeg afhaalt, dat is wel echt knap. Mooi dat je dat zegt, man. Ik had een keer Afellay gesproken toen hij bij Barcelona speelde. Toen zei ik van, wie is nou eigenlijk echt bijzonder? En toen noemde hij dus Busquets. Hij is iemand die in de rondo tot de laatste milliseconde kan wachten en van richting kan veranderen. Ja, dat zie je ook aan het veld, hoe hij het spelletje leest. Dat is wel bijzonder. Hè. Ik moet wel zeggen, de meeste linksbuitens krijgen van jou een nachtmerrie. 100%. Jij kan iedereen kapot maken. Maar er gaan geruchten dat er iemand van 1,5 meter het jou een keer tijdens een toernooi het heel lastig heeft gemaakt. En die persoon wil dit tegen jou zeggen. Ik heb het niet lastig gemaakt. Ik heb je brokkel gemaakt. Maar wacht eens, Yves. Wat denk je dat je denkt? Pitbull dingen en zo. Kom dat tegen mij. Wat denk je dat je bent? Sixpack boy, Mattie. Wat denk je dat je bent? Puff Daddy boy hier. Smoot papi hier. Maar ik, broer. Ga je mij zo'n shirt geven? 22XS. Span papi. Hybride papi. Ik dan nog. Maar eerlijk, mag iedereen zeggen, Dukkies. Ben je mooier dan mij? En jouw antwoord op de vraag is. Ik kan eerlijk zeggen, broer. Ik heb die man helemaal kapot gemaakt op het toernooi. Was niet normaal, maar zwarte pijl. Was te makkelijk, man. Wel, hij was wel lastig met zijn dribbels, maar. Nee, man. Dat was geen partij. En ik ben sowieso mooier dan hem. Sowieso. Hij komt niet eens in de buurt. Maar hij kreeg wel een shirtje. Geen race! Het is een D tot de S, het is een D, Prins, joh, heet zelf! Fuck up, boys. Dit heeft mijn oma gemaakt voor jou, speciaal. Ze is vroeg voor jou wakker geworden. Ze heeft een bericht voor jou. Dit is voor jou, man. Dit is lobby, man. Dit is mooi, ze heeft een lobby. Ze zegt Denzel Dumfries. Denzel, toe Sally. Ik hoop dat het smaakt. Eten jullie smakelijk. Tot de volgende keer. En een lekker flesje gemberbier erbij. Doei. Sorry, dat is lobby, man. Dat is lobby. Dankjewel. Maar sorry, ik had net een beetje ontstaan. Je moest een beetje stoppen. Ik heb niet brokken gemaakt. Thanks, man. Hoppa. Dit is echt onze young, man. Alsjeblieft. Ik heb honger, man. Ik ga eten, man. En zo naar de oma van Raar komen. Dit is top, man. In Gember zit toch geen alcohol? Wat is dat voor domme vraag? Huh? Nee, maar dit is echt die andere boeit, hè? Gember, dit is goed voor je darmen, broer. Waar heb je hem voor het laatst gezien? Broer, ik ga je vertellen. Ik was op een toernooi bij Mayens. En we stonden aan die zijkant, balie te kijken, ontspannen. Daarna Rarko, hij ziet een teammate. hij roept haar. Ze wou niet horen. Ze wou niet luisteren. Ze wou niet komen. Ze wou niet horen. Rarko zegt tegen haar, luister, nu wil je niet. Over een jaar ga je zien waar ik ben. En ik heb nu 100k op. Die tweede camera, die beeld hier. Zo, man. Smooth papi, man. Hij doet lekker de shit, man. Zo, man. Maar? Ja, Dumfries, kom je naar Inter Milan, ik verstand. Barcelona, wil je praten? Zeg maar bij Barcelona, rechtsback op komen, zeg Roberto, slecht, Dumfries, kamannetjes. Italië. Bonjour, we hebben Dumfries voor je in de aanbieding. In Frankrijk.
Hoe praat Frans ook? Bonjour, Dumfries, op commentaar naar Neymar. Ik had die, Dumfries moet nu komen! En zo met die Frans blik. Oh ja, even zomaar een tussendoortje. Meer dan 10.000 reacties voor de handschoenen van Onana. FC gun iets en de winnaar komt nu in beeld. It's dirt, the kick. Very good. Very good. Ik wil gelijk even ter zake komen. Deze man heeft mij niet brokkel gemaakt. Voor de mensen dat je het hebt. Nu is mijn story! Luister. Nu is mijn story! Nu is mijn story! Jij bent niet aan het woord. Hey, zwarte pijl. Ik tegen hem. Hij zegt, hey broer, je bent wel sterk, man. Kijk, die mensen die dan naar de andere kant gaan. Dus eerst bij mij, links buiten. Hè? Komt hij bij mij. En dan is, naarmate het spel vraagt. Gaat die man gewoon naar rechts. Gaat hij gewoon zo naar rechts pakken daar. De broer, je bent wel sterk hoor. Oké, jouw kant van het verhaal. Ik speelde toen zelf voetbal in Rotterdam. Maar ik zag deze boy speelt bij A1, weet je toch? Maar hij sprak niet, hij zei. Ik vroeg aan die boy, hey, waar speelt die boy? Hij zei, ja, daar speelt een boy, hij speelt bij Sparta, A1 en zo. Hij speelt nu bij eerste. Ik dacht, broer, ik dacht, oei, weet je toch, is wel een eer, weet je toch, dat is ook een mooi spoor. Maar die game begint. Dus even in de edit. Frut. Opeens, de eerste bal komt, ik denk, ga deze man eens in-out geven, ik ga scheiden aan, man. Ik geef hem in-out. Hoe laat hij gaan, hè? Wat betekent in-out? In-out. Ja, maar je moet wel even uitleggen. Oh, kijk. Vooractie. Vooractie, dus die in-out. Nee. Opeens. Kijk, die Asa, die actie, die kap. Ik kom bij die 16 meter gebied, broer. Ik geef hem kap, broer. Die denkt, van dag ben je van mij, broer. Is geen berg, Stevenberg bij op training. Marco. Luister wat nu gebeurt. Maar kijk, hij is nu een beetje groot, misschien 10 centimeter of zo. Nou. Oké. Okay. Ja, maar hij is groot. Ja. Nu, tweede barcode. Ik geef die man een fake, broer. Zie, toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga ook, Mattie. Toen dacht ik van, broer. Dat is een kaba, broer, man. Dat is een kaba. Ze nog steeds de ert op de O. Maar kijk waar hij speelt en kijk waar ik speel. Ik vind je hebt wel fantasie, man. Mag ik je rechterhand? Ik ben wel trots op deze man. Ik zeg eerlijk. Echt, hoe hij zijn carrière heeft gedaan. Komt niet vaak voor. Is een Disneyland verhaal. Ja, van Barendrecht naar Sparta. A1 gestreden. Dan een goede contract gekregen. En dan naar Heerenveen. En dan naar PSV. Broer, dat komt niet vaak voor. In Rotterdam. Deze man mag trots zijn op zichzelf. Voor Arco, deze schoenen. Ik denk sowieso niet dat jouw man, broer. Kill. Ja? Als je iets regelt, een goede toon. Groot als je hoofd, man, broer. Of groot. Hey, als je iets voor me regelt iets lauw, je gaat maar pakken. Hij is te eens. Ja, zeker. Hey, boys, wij gaan naar carnaval. Jullie mogen een masker uitkiezen, ja toch? Ik vind wel knap dat R2DO een masker draagt en dat hij gewoon knapper is geworden. Ja, dat doet wel mooi erop. Dat gaat eigenlijk, man. Let's go, de foto. Met jouw outfit, zeg maar, is deze wel echt gek. Van carnaval naar voetballend afsluiten en een klein cadeautje aan buren geven. We gaan even de Kliko Challenge doen. De bal proberen te loppen in de Kliko. Samen met deze twee sterke deelnemers. Steenpapier schaar, wie er mag beginnen? Hoe doen we dat met z'n drieën? Steenpapier schaar, echt gewoon. Amerika plof. Oh ja. Ploffen. Amerikaans ploffen. Ploffen? Ken je dat niet? Het is ploffen. Dus Steen, je doet zo. Ja, moet je of zo doen. En degene die als enige eentje heeft.
Die mag beginnen. 1, 2, 3, plof. Okay. Hij mag beginnen. Hij mag beginnen. Oké, okay, wij? Ploffen. 1, 2, 3, plof. Nee. Hoe kan je met het doen? Hoe heet u? Geert. Geert? Geert. Ja, bedankt dat we even uw klik komen opnemen. Ja, zeker, joh. Man. U mag toeschouwer zijn. Ja. Ja? Oké. Kijk eens. De Kiko Challenge met R to the O, het is gewoon Rarko. En met Denzel Dumfries, international, olifantenlongen. Maar heeft hij ook een wippertje in huis? Geven. Kom hier, kom hier, kom hier. Hij heeft gezegd. Hij heeft niet alleen harde voeten, hij heeft ook harde handen. Harde handen ook, harde handen ook. Okay, kom maar, kom maar. Maar moet gelijk. Natuurlijk. Geef mij maar iets, geef mij maar gelijk. Ojo, ojo, ojo. Oké, doe. Hey, luister Denzel, deze video moet naar een climax. Deze moet nog harder. Je wordt nog harder. Maar wacht even, want hij had mij brokkel gemaakt, toch? Had hij dat gezegd? Hij zei hij had mij brokkel gemaakt. Hij zei broccoli. Broccoli. Hij zegt in auto. Nee, je bent de beste. Hij zei in auto. Hij is de beste. Doe. Hij heeft geluk. Ik heb hem je hart gegeven. Ik moest beter mikken, man. Dankjewel sowieso. En de bal mag je houden. Super. Erg leuk. Doe er wat leuks mee. Als je kinderen hebt, zeker. Hij is vandaag in vorm. Eerlijk, in één keer doet hij dat. En in één keer de crossbar challenge van denk ik 30, 35 meter op de lat. Die laten we nog één keer zien. Hij ging zo, van 30 meter zo, ging zo, shht, en dan op de lat, echt precies zo, zo. Hey trouwens, voor je tof video, like, deel, laat een comment achter, abonneer, anders ben je geen voetballer meer. Peace. Ze noemen Rarko de nieuwe De Vrijms. Ja, serieus. De Vrijms.